moet je wat vertellen. Oké. Goedemorgen, het is dinsdag en ik ga beginnen met de vaatwasser in de soda zetten. Even aanzetten, heeft hij ook weer even een goede beurt gehad. En ik moet een dictee aan ze geven voor spelling, dus ik moet 10 woorden verzinnen. En elke keer val ik op de een of andere manier terug op dezelfde woorden. Dus ik had er van de week al wel over na zitten denken. Goedemorgen, Sarah. Van de kijkers. Even de soda in de vaatwasser. Soda in de vaatwasser. Om hem even weer goed schoon te krijgen. Nou, dat is dan soda. Ja. Echt zo vaag. Ik zei gisteravond dat ik zo'n rare muggenbult op mijn knie had. Maar echt, nu heb ik gedoucht. Het is ook echt keiharde bult. Dat is normaal met een muggenbult niet. En het jeukt nu zo erg. Kijk deze plek. Ik moet zeggen, het scherm lijkt het minder rood. Ik weet niet hoe dat uiteindelijk in beeld is. Maar hier ben ik dus gewoon geprikt. En dit is helemaal hard zo. Dit. Echt. En oh my god, wat jeukt het. Ik had net met Sarah gekeken, want we gaan normaal altijd een dagje winkelen in april. Maar daar heb ik echt geen behoefte aan nu. Om de schoentjes en zo allemaal online te bestellen. Want kleding heeft ze eigenlijk wel genoeg voor de zomer, maar schoenen niet. En dan wilde hij hem elke keer niet bestellen. Geeft hij ook een foutmelding. Echt zo irritant. Dus ik zit nu te chatten met de klantenservice. En ze heeft echt schoentjes nodig. Dus ja. Maar ik zit wel lekker in het zand. Daar geniet ik wel echt van. Misschien ga ik dit jaar gewoon eens echt heel bruin worden. Het zou ook wel slik zijn. De vaatwasser gaat gelijk piepen. Die is klaar met zijn grote reinigingsbeurt. En mijn camera. Ja, blijf staan. We gaan even een tasje van Mila maken. Die is vandaag jarig. Ik ben een beetje buiten beeld. We hebben een leuk cadeautasje. We hebben deze gisteren gekocht. Dit is een schort. Lekker een spiegelbeeld. Een koopschort met een muts erbij van LOL. Nou, dat is natuurlijk helemaal leuk bij die meiden. En dan hebben we koekjesmix erbij gehaald. Sarah die had deze kaart uitgezocht voor de vriendin. En die heeft er alles opgeschreven en getekend. Echt super schattig. Gefeliciteerd Mila met je verjaardag. En ik hoop je snel weer te kunnen zien op school. Echt zo leuk. En dan achballonnen. En dit is Mila, want die heeft een kroon. Of dit is Mila, die heeft een kroontje op. En Sarah heeft een verjaardagsmuts op. Hier kuske Sarah met een hartje. Echt zo leuk. Dus die gaan we even bij Mila langsbrengen. Dan denken we toch even aan de verjaardag vandaag. Nou, we hadden pech. Er was nu niemand thuis. Dus we gaan het gewoon straks nog een keer proberen. Want het is toch niet ver. Want ja, we konden het tasje of voor de deur laten staan. Maar dat is niet zo leuk. Dus gewoon zo meteen. Poging 2. Oh, we zijn boodschappen aan het doen. We hebben echt al zo lang met eigen stap. Hey. Ja, heb je de rij bij de kassa gezien? Je kan beter nog 6 rondjes door de winkel lopen dan daar een uur in de rij staan. Het is echt niet leuk meer, zeg maar. Echt, wat een drama, boodschappen doen. We hebben zo lang in de rij, er liep niemand in de winkel, want iedereen die erin was stond alleen maar in ellenlange rijen voor de kassa. Dus we hebben echt 20 minuten staan wachten op een kar, zonder overdrijven. En toen om af te rekenen hebben we ook weer 25 minuten staan wachten. Nou, het gaat gewoon helemaal nergens meer over. En ik toevallig een vrouw die ik gisteren ook al had gezien en meerdere keer. Die zegt ook, ik ben nog nooit zo vaak in de supermarkt geweest. Mensen hamsteren nog steeds, één grijpt gewoon mis. Ik had het gevoel dat ik echt geen productieve dag had gehad. Maar ik ben mijn to-do-lijst aan het doen.
gym valt eigenlijk best wel mee. Mama, waar zijn de gordijnen? Die staan in de gang. En hopelijk zitten ze vanavond voor de ramen. Ik heb de ene teruggestuurd net. Die niet de goede maat was. En ik ga er ook komen vanavond. Ja. En ik ga wat eten in de overzicht. Dit even nu doen. Ja. Dit is zo lekker. Spinazie met aardappel. Maar dan anders. Deze is met kip. En dan in de oven. En dan echt. Die aardappels zijn zo zacht. Die vallen echt uit elkaar. Het smelt gewoon in je mond. Goeie tip is dit. Nu onderweg weer naar Mila, poging 2. Kijken of ze thuis is. En anders voor de deur, want het is bedtijd. En ja, dan wordt het sowieso geen tijd meer om hem vandaag te geven. Dus, fingers crossed. Nou, dit was zo geslaagd, zo leuk. Want het is zo sneu, dan mogen al die feestjes niet doorgaan, kinderfeestjes. Nou, dat is gewoon zielig voor kindjes, zeker op die leeftijd. Dus ja, dat ik vond het zo, zo leuk. Dus... ja, ik ben blij dat we dit even gedaan hebben. En dan dadelijk met de echte verjaardagsfeest en met de kinderfeestje krijg je grote cadeautjes. Dit was gewoon even een aardigheidje. Gewoon toch een beetje ja, dit hele gebeuren te breken. Jeez. We hebben weer spelletjesavond en ik zit dus een echterlijke ruzie hier. Met Kelly, die nu boos is. Zijn schuld. En Orlando. Doet altijd fout. Ik zoek nog een goede echtscheidingsadvocaat. Mocht iemand telefoonnummer hebben, bellen. Ik heb vragen gedaan. Maar één ding. Dan wil ik eerst eindelijk die bruiloft. Zoals ik zei, ik heb vragen. Wat heb ik gemist? En ik wil getuige zijn. En jullie mogen uitvechten van wie ik te getuigen ben. Hé, hey, luister dan. Ik heb iemand anders dat al beloofd. Je mag er twee, dus... ik heb mensen beloofd dat ik nooit ging trouwen. Dus dat maakt het helemaal lastig. Moet ik hier nou mee? Echt. We spelen trouwens Elfenland nu. Dat had ik nog nooit gespeeld. En deze ronde is niet mijn ronde, zeg maar. Of de vorige, of die daarvoor? Nee, die vorige ging echt goed. Oh. Die eerste was gewoon gemiddeld. Die vorige had ik echt wel veel pionnetjes. Deze is echt... dat zijn woorden die ik liever niet in mijn vlog gebruik. Oké, dit is echt heel leuk, dit spel. Dit was van mijn opa en oma. Dit komt uit Oostenrijk. Zo, die ging echt fanatiek. Kom op. Punt. Hé, hey, zie je? Ik zei het toch, dat hij erin ging? Ja, ik had er net ook één. Oh, je had hem ook. Die heb ik gemist. Toen was ik de boter... Nou. En mijn reactie was denk ik priceless. Nou. 20, 30, 36. It's a set. Situation. Ja, echt, hè? Maar het was ook de laagste. Want dit is 30 en dit is 50. En nee, maar rode ging niet en ook niet doel. En... 141 zijden. Ja. Beetje jammer. Nu, Kelly. Moet je schuin, anders zie je jou niet. 30. Ja, Kelly denkt, doe gewoon zo, dan schiet hij één zijkantje in en dan ben je klaar. Dat was ook wel, dat is genoeg, 34. 34, ja. Nou ja, dat was na mijn score niet heel slecht, geloof ik. Dus. Twee punten minder, dus. Ja, daarom. Ja, je 7, mag rekenen om met 2 punten kijk, 27. I think it's a very sad situation. Nou, laat ze ook, ik ga even schuin filmen. Even kijken, wat gaan we ervan maken? Ik vind het wel als heel rustgevend naar die balletjes kijken. En dan met Spice Girls op de achtergrond. Wat gaan we doen? Ze willen ook niet bij jou, hè? Nee. Zo? Iemand wil maar spreken. Ik neem mijn mobiel niet op gelijk thuis telefoon. Ik word verstoord. Neem op als een Chinees. Op als een Chinees. Neem op dan. Hallo? Hallo? Er wordt gelijk op corona. Nee, die stond er niet op. Ah, nog een keer. Dat was ook trouwens echt vet slechte camera footage. Ja, daarom gewoon pakken nadat je getold hebt, dat lukt wel. Okay.
mooi. Jij proberen? Ja, dat is vals spelen. Oké. Okay. Oh. Nu heb ik aangelikt. Ja, corona. Get it. He's getting it. Ja, ik kan niet twee dingen tegelijk met dat pot. Had je hem? Net niet. You're too fast. Don't scoop it like that. Je lepel gelikt. Why? Ik mis echt de punt. Dat is lepel. En dat is ook het deel waar je nu met je handen zat. Maar beter aan je lepel gelikt dan aan je stof. Ik mis de clue. Ik laat jullie kinders 3 minuten alleen te bellen, echt. Oh, stuk brood zit er nog niet in. Weet je wel dat ik het stuk brood klaar maak? Jij maakt echt geen stuk brood klaar. Ja, als jij daar gaat likken, dan ga je hem opeten ook, echt. Ik heb voor Kaylee en mij mijn stokbroodjes gemaakt, zoals ik ze maak. En die zijn zo lekker gesmolten boter. En ze willen de hele tijd met mijn top leren. Dat klinkt zo iets braver dan het is. Waar is het balletje? Heb jij hem? Nee. Hoe dan? Hoe dan? Het gaat nergens meer over dit. Sorry. We kunnen hem niet meer vinden. Dan wordt de hele kast naar voren halen. Charmant, hè, Kiel? Zo, hè? Ah, shit. Niet zo aanstellen. Zo, kijk dan hier. Oh. Jouw nagels zijn zo scherp. Nee. Ja, de camera staat aan, ik vlies. Zie je? Niet goed, niet goed. Die vingers zitten onder je hoofd, ik weet het niet meer hoor. Spoel hem even terug. Het was een zeer geslaagde avond. Ik heb echt weer zo gelachen. En het is heel stom, want het is veel vroeger dan ik normaal de laatste tijd naar bed ga, deze weken. Maar ik heb echt het gevoel alsof het echt 5 uur 's ochtends is of zo. Ik ben zo moe. Dus ik ga lekker mijn bedje in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren en een duimpje achter te laten en een leuke reactie. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!